Het zijn misschien wel de bekendste letters van Nederland en al miljoenen mensen van over de hele wereld zijn ermee op de foto geweest. De iconische I Amsterdam letters uit onze hoofdstad. Op dit moment zijn de letters niet in Amsterdam, maar in Nijmegen te vinden. Bij een gespecialiseerd bedrijf worden ze even flink opgeknapt. Ja, dat zijn de letters van I Am Amsterdam, uit Amsterdam. En die zijn volgens mij best wel bekend, niet alleen in Nederland, maar ook buiten Nederland. Vooral voor toerisme, die gaan er vaak mee op de foto. En het is best bijzonder dat ze dan hier in Nijmegen komen. En niet in Amsterdam ergens gespoten worden. Nou, wij zijn een tweede bedrijf van Hees, Maascoating uit Hees. Die hebben die letters al eerder gekregen in Hees. En ja, deze kregen wij hier. En hoe dat tot stand is gekomen, ik denk toch het financiële aspect dat wij het voor een goede prijs kunnen doen. En kwaliteit, denk ik, die wij geleverd hebben in het verleden. Onder andere door de populariteit van de letters was een schoonmaak hard nodig. Ja, ze zijn eigenlijk nou, ja, buiten zie je ook wat, maar die zijn al voor 80% schoongemaakt. Maar die zaten helemaal onder de graffiti stickers en namen, telefoonnummers, noem het maar op. Ja, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Maar ze zaten helemaal onder met stickers. Je kunt het hier ook wel op zien op de beelden. Al die plekken, dat zijn eigenlijk beschadigingen geweest. En dat kost gewoon een hoop tijd om dat te herstellen. Dus we doen met speciale schoonmaakmiddel, maken we het graffiti schoon en halen we de stickers weg. Ontvetten we hem eigenlijk helemaal. En dan gaan we ze helemaal opschuren, herstellen, plamuren waar nodig is. En dan wordt hij weer opnieuw gespoten, geprimerd en afgelakt. Blank lak eroverheen ter bescherming. En dan zien ze er weer spik en span uit. De letters trekken al veel bekijks en bij het bedrijf zijn ze dan ook blij met de opdracht. Dus ja, het geeft wel wat bekendheid aan de mensen die langslopen. Die maken toch snel een fotootje van de letters. En ik denk toch ook, ja, een beetje reclame heb je dan toch wel zo. En, voor ons als bedrijf zijn is dat gewoon mooi natuurlijk. Ook omdat de letters wereldbekend zijn.